In deze video gaan we kijken naar de operationele versterker, oftewel de op-amp of de operational amplifier. En in de figuur zie je er al een paar, verschillende typen IC's, verschillende behuizingen waarin zo'n op-amp wordt geherbergd. We kijken naar verschillende zaken, dat is doel, symbool, blokschema met eigenschappen, het gedrag. We bekijken verschillende type schakelingen en ook nog een paar toepassingen. Wat moet je nou eigenlijk met zo'n op-amp en wat is het doel daarvan? Waarom is deze op-amp ontwikkeld? Nou, op een gegeven moment is er een universele versterker ontwikkeld en men heeft gedacht, wat is het handig als we dit als bouwsteen kunnen verkopen, zodat je niet elke keer als je een versterker nodig hebt, dit geheel moet bouwen, maar dat je dit als bouwsteentje kunt gebruiken. Zo gezegd, zo gedaan. Dus je ziet hier het inwendige van de LM741, een wereldwijd heel veel gebruikte op-amp. En je ziet hier ook de verschillende ingangen. Pin 3 is de non-inverting input, pin 1 is de offset. Wat hebben we nog meer? Pin 2 is de inverting input, pin 6 is de output en hier zijn nog twee voedingsaansluitingen. Over de inhoud hoeven we ons verder helemaal niet druk te maken. De fabrikant heeft het al gedaan, dus we mogen ervan uitgaan dat dat goed functioneert. En we beschouwen de op-amp dus eigenlijk in de praktijk ook als een black box. In dit simulatiepakket Yenka is het inwendige van de 741 nagetekend. En je kunt in de simulatie ook zien dat dit werkelijk werkt. Je kunt hier zelfs signalen op aansluiten en aan de output zien wat er dan gebeurt. Dus deze 20 transistoren samen die vormen een volledige functionele op-amp. Hoe ziet dat er dan uit? We kijken dus alleen nog maar naar het symbool. We gaan niet meer kijken wat erin zit. En het symbool is als volgt. Het is een driehoek met twee ingangen en één uitgang en ook twee voedingsaansluitingen. Ingangen inverterend en niet inverterend, staat ook een min- en een plusteken bij. De voeding is een positieve en een negatieve voeding, wordt meestal symmetrisch gevoed. En er is ook altijd sprake van één uitgang. Nou, hier zie je een voorbeeldje van een deel 8 IC, een 741. In een schema wordt dat symbool als volgt gebruikt. Merk op dat de voedingslijnen niet getekend worden in een schema, want het geeft alleen maar verwarring als hier nog meer lijnen komen te staan. En we snappen toch wel dat dat ding voeding nodig heeft. Je ziet hier dat de plus en de min zijn omgedraaid ten opzichte van hier. Nou, dat mag je zelf kiezen hoe je dat gebruikt. Het is hier natuurlijk belangrijk, tekentechnisch, dat je zo min mogelijk kruisingen maakt. Dus je kijkt gewoon hoe dat het mooiste uitkomt. En zo wordt die ook getekend. Nou, hoe kunnen we nou eigenlijk het elektrisch gedrag van zo'n op-amp uitdrukken? Dat zie je terug in dit schema. Dit is het elektrisch vervangschema en je ziet dat tussen de twee ingangen niets anders zit dan een weerstand. En die weerstand die is wel oneindig hoog. Dus ik kan voor wat betreft de eigenschappen zeggen, erin, de ingangsweerstand is oneindig. Dat is de eerste belangrijke eigenschap van een op-amp. Dat betekent dus ook dat de stroom in die op-amp eigenlijk nul is. Dus deze stroom is nul. Het tweede belangrijke is dat er een R-uit is en die R-uit is heel erg klein. Dus we zeggen ook wel eens bij de eigenschappen van de ideale op-amp, R-uit is gelijk aan 0 ohm. En dat biedt ook zekere voordelen. Dat betekent dat het uitgangssignaal wat hier staat niet zal variëren met de belasting die je eraan hangt. Ander belangrijk aspect van de op-amp is dat het frequentiebereik oneindig groot is. Dus de bandbreedte is oneindig. Dat ding werkt vanaf 0 hertz tot oneindig hertz. En de laatste belangrijke eigenschap van een op-amp is dat de spanningsversterking heel erg groot is. We noteren zelfs als eigenschap dat de spanningsversterking oneindig is. En zo ziet het blokschema er dus uit. Maar we moeten ons wel realiseren dat het hier om een ideale op-amp gaat. En ideaal bestaat natuurlijk niet in de techniek, dus we gaan eens kijken hoe dat in de praktijk uitpakt. Nou, stel ik heb hier een LM741 met een spanningsversterking van, ik kijk even op mijn blaadje, 2 x 10 macht 5. En een ingangsweerstand van 2 mega ohm. En een voedingsspanning van plus en min 15 volt.
Dan kunnen we gaan bepalen wat de maximale ingangsspanning is voordat deze opwand vastloopt. En dan moeten we een tekeningetje van maken waarin we gaan vaststellen waar de voedingslijnen lopen. Er is hier sprake van een symmetrische voeding, dus hier staat niet plus minus, maar hier staat plus en min. Dus hier staat plus 15 volt en hier staat min 15 volt. En daartussen kan het signaal zich dus bewegen. Dus daartussen kan een signaal maximaal die waarde bereiken. Op deze manier. Hoe groot is nou dat ingangssignaal maximaal voordat die uitgangswaarde wordt bereikt? Nou, dat kunnen we als volgt berekenen. Spanningsversterking is gelijk aan U uit gedeeld door U in. En dat betekent dat ingangsspanning gelijk is aan U uit gedeeld door AU. Kunnen we waardes invullen. Is 15 volt top gedeeld door de spanningsversterking. Die is 2 maal 10 tot de macht 5. En daar komt uit, ik kijk even op mijn blaadje, 75 microvolt. En 75 microvolt is een hele kleine spanning. Die is zelfs zo klein dat het signaal volledig zou verdwijnen in de ruis van de schakeling zelf. Dus dit is een niet realistische situatie, maar het is wel zoals de praktijk werkt. We kunnen ook nog berekenen de maximale ingangsstroom van deze schakeling. I-in is gelijk aan U-in gedeeld door R is 75 maal 10 tot de macht min 6 gedeeld door de ingangsweerstand 2 megaohm. 2 maal 10 tot de macht 6 en dat is, daar komt uit 37,5 picoampère. Picoampère is een ongelooflijk kleine stroom. Pico staat voor 10 tot de macht min 12. Dus dat is een stroom die we ook niet gewoon meer kunnen meten. Maar dat is wel een reële waarde. Dus de ingangsstromen van op-amps zijn ook echt heel erg klein. Even terug naar die spanningswaarde van die ingang. Dat is een niet realistische waarde, want zoals ik al zei, dat signaal verzuipt gewoon in de ruis. En is eigenlijk ook niet te meten met normale spullen. Om dat op te lossen, gebruiken we altijd een vorm van tegenkoppeling. Terugkoppeling. En binnen terugkoppeling onderscheiden we tegenkoppeling en meekoppeling. Bij de meeste toepassingen maken we gebruik van tegenkoppeling. En dat betekent dat we, ik geef een blaadje terug, dat betekent dat we deze versterkingsfactor als het ware gaan afremmen. Want 2 maal 10 tot de macht 5 is een, lijkt natuurlijk heel interessant, maar dat is in de praktijk niet werkbaar. En we gaan die versterking afremmen door de uitgang op een of andere manier weer te verbinden met de ingang. En dat is wat we noemen tegenkoppeling. Eerst nog even kijken naar het gedrag van de op-amp. Je ziet hier dat er een inverterende en een niet-inverterende ingang is. En bij deze linkertekening wordt het ingangssignaal aangesloten op de inverterende ingang. En daarom zal het signaal ook geïnverteerd eruit komen. Dus als je op de min-ingang stuurt, dan zie je ook dat er een inversie plaatsvindt. Daartegenover staat het sturen op de positieve ingang. Dus hier wordt het ingangssignaal aangesloten op de positieve ingang. En dat betekent dat het uitgangssignaal niet geïnverteerd is. Je ziet ook dat het uitgangssignaal gelijk is aan het ingangssignaal. En de uitgang volgt als het ware de ingang. Dus dat is het belang van deze verschillende ingangen. We bespreken drie typen schakelingen. De inverterende, de niet-inverterende versterker en de comparator. Dat zijn drie typische toepassingen die gebouwd worden met op-amps en heel veel voorkomen in de praktijk. En de eerste die ik wil bespreken is de inverterende versterker. Daarvan zie je hier het schema. En je ziet hier meteen een paar dingen die je misschien opvallen. Dat wordt gestuurd op de negatieve ingang. Dus de ingang is aangesloten, weliswaar via een weerstand, maar op de inverterende ingang.
En daarom heet deze ook de inverterende versterker. En deze versterker zal dus ook inverteren. Als je kijkt naar de versterkingsfactor van deze schakeling, dan bedraagt die R2 gedeeld door R1. Dus dat is eigenlijk heel erg gemakkelijk en overzichtelijk. En omdat hij inverteert, zetten we hier ook nog een minteken voor. Dus even een klein getallenvoorbeeldje. Dit is 100k en dit is 10k en dit is 2 volt. Wat is dan de versterkingsfactor? Nou, die is 100 gedeeld door 10 is een factor 10. En hij zal inverteren, dus hier komt uit min 20 volt. Zo eenvoudig is het dan ook weer. Dus wel één aantekening te maken. Het moet natuurlijk wel mogelijk zijn voor deze op-amp om min 20 volt uit te sturen. Dus als ik echt naar die min 20 volt toe wil aan de uitgang, bijvoorbeeld ik wil nu naar die min 20 volt, dan heb ik ook wel een 20 volt voedingslijn nodig, anders kan ik daar nooit komen. Stel dat dit 15 volt is en dat ding zou daar naartoe willen, dan kan dat natuurlijk niet. Dan zal die vastlopen op die min 15 volt. Min 15 volt. En dat noemen we klippen. En dan werkt de schakeling dus niet zoals je het had bedacht. Dus als je dan met een sinus zou gaan sturen, dan zou die sinus er zo uitzien. En hier ontstaat een soort van afplatting van die sinus. En dat is natuurlijk een vorm van ernstige vervorming. Als je die voeding naar de 20 volt brengt, dus hier, dan zie je dat die sinus daar wel tussen past. En dan heb je gewoon een volwaardige sinus aan de uitgang. We kunnen daar even een kleine simulatie van bekijken. Ik schakel even over op Jenka. Ik ga naar de bibliotheek Analog Electronics. En ik ga naar op-amp inverting, een op-amp inverter circuit, open model. En je ziet hier een inverterende versterker. Er wordt namelijk gestuurd op de negatieve ingang. De positieve ingang hangt aan massa. En er is sprake van een terugkoppelweerstand van de ingang, van de uitgang naar de ingang. En er is sprake van een weerstand die is aangesloten tussen de ingang en de negatieve ingang van de op-amp. De voeding van de op-amp bestaat uit een symmetrische voeding van plus en min 9 volt. En ik ga nu een spanning invoeren en kijken in de grafiek wat daar uitkomt. Nou, laat ik die spanning eens eventjes 550 millivolt maken. Dan wordt dat een factor 10 versterkt en het wordt geïnverteerd. Dus er komt min 5,5 volt uit. Dat gaat allemaal prima. Maak ik die spanning wat groter, dan zie je nu dat de uitgangsspanning vastloopt op de 7 volt. Dus er is wel sprake van een 9 volt voeding. Maar bij 7 volt begint die vast te lopen. De reden daarvoor is dat de op-amp zelf een deel van deze spanning afsnoept om goed te kunnen functioneren. Dus theoretisch kun je tot 9 volt, maar praktisch kun je tot een 7 volt ongeveer. En dan zie je ook dat het uitgangssignaal vastloopt met een vaste lijn. Dus ik kan het ingangssignaal nog groter maken, maar er gebeurt helemaal niks meer. Dus voorbij die onderste lijn van de voeding kun je gewoon niet komen. Kijken we naar de volgende toepassing, de niet-inverterende versterker. Ja, deze versterker die inverteert niet, dus blijkbaar sturen we op de positieve ingang. Nou, dat klopt inderdaad. Het ingangssignaal is aangesloten op de positieve ingang. Vandaar ook de naam niet inverterend. En voor deze versterker kunnen we ook een vergelijking noteren. AU is gelijk aan R1 plus R2 gedeeld door R1. Wat hierbij belangrijk is, is de codering van de weerstanden. Je kunt deze versterker namelijk op verschillende manieren tekenen. Let op, R1 is de weerstand die vanaf de inverterende ingang naar massa zit. En als je die getallen omdraait, dan is die formule natuurlijk ook anders. Dus dat is iets om in de gaten te houden, want in de literatuur zul je deze op verschillende manieren tegenkomen. Nou, je kunt een soortgelijk sommetje mee maken.
De versterkingsfactor is ongeveer gelijk aan de inverterende versterker. Ervan uitgaande dat R2 een veel grotere waarde is dan R1. En dat is meestal het geval. Alleen deze versterker die zal niet inverteren. Van deze opstelling kunnen we ook even naar een simulatie kijken. Ik ga weer terug naar Yenka. En ik heb hier een op-amp non-inverting die ik kan openen. Daar is die. Nou, non-inverting, dat klopt inderdaad, want de ingang is aangesloten op de positieve ingang. En er is sprake van een tegenkoppelweerstand van 90k en een weerstandje naar massa van 10k. Weer een voedingsspanning van plus en min 9 volt. En we kunnen weer gaan versterken op deze manier. En ook deze blijkt weer vast te lopen. Nu dan aan de positieve kant, want het is een niet-inverterende versterker. Je ziet wel dat de versterking heel mooi lineair verloopt. Dus daarvoor zorgt de op-amp. Hè. Daarom zit al die complexiteit in die op-amp. Dus dat werkt hartstikke mooi in de praktijk. Maar je moet wel binnen het bereik blijven, anders gaat het niet meer werken. De derde en laatste schakeling die ik wil bespreken is de comparator. Wordt ook veel gebruikt in de praktijk. En de comparator die zie je hier. En kan ook op verschillende manieren getekend worden. En wat hier opvalt bij de comparator is dat er geen sprake is van tegenkoppeling. Met andere woorden, de uitgang is op geen enkele manier verbonden met de ingangen. En bij de vorige versterkers was dat wel zo. Dus we moeten hier vaststellen dat de versterkingsfactor hier heel erg hoog is. AU is zeer groot. We hebben al in het voorbeeldje van de 741 gezien dat het bijvoorbeeld gaat om 2 x 10 tot de macht 5. Dat betekent dus dat als ik hier een signaal op de negatieve ingang aansluit dat kleiner is dan het signaal dat op de positieve staat, dat de uitgang naar min UB gaat. Stel nu dat we een waarde hebben van 3 volt op de positieve ingang en een waarde van 4 volt op de negatieve ingang. Dan kunnen we zeggen de waarde op de negatieve ingang is groter. En die ingang zal dus ook gevolgd worden. Dus dat betekent dat de uitgang negatief zal worden. En dat het verschil tussen deze twee, namelijk die ene volt, wordt versterkt met een factor zeer groot. Een factor oneindig. Nou, dat betekent in de praktijk, als je hier de nullijn hebt met de plusvoedingsspanning en de minvoedingsspanning, dat die uitgangswaarde eigenlijk naar min oneindig wil. En die ligt hier, min oneindig. Nou, dat kan natuurlijk niet. Het signaal wordt tegengehouden door de voedingsspanning. Dus het signaal, het uitgangssignaal wordt gelijk aan de negatieve voedingsspanning. Stel nu dat we deze waarde vervangen door een waarde van 2. Dan is de waarde op de negatieve ingang kleiner dan de waarde op de positieve ingang. De uitgang volgt de waarde met de grootste de ingang met de grootste waarde. En zal dus in dit geval deze 3 proberen te versterken met een factor oneindig. En dat betekent dat de uitgang als een razende roeland naar de positieve uiterste waarde zal schieten. Met als resultaat de uitgang is gelijk aan plus UB. Nou, deze schakeling kun je gebruiken om verschillende waarden te vergelijken. En afhankelijk daarvan een actie te ondernemen. Nou, van deze comparator hebben we ook een simulatie beschikbaar in de bibliotheek van Yenka. Ik ga even het model openen. En wat je hier ziet is inderdaad de op-amp is geschakeld als comparator. Dat kun je zien omdat de uitgang niet verbonden is met een van de ingangen. Er is dus geen sprake van terugkoppeling. En de bedoeling hier is dat de op-amp zal omslaan bij een bepaalde waarde van een temperatuur. Er zijn twee waarden. Hier is een waarde op de op-amp ingesteld, dat is een vaste waarde die is afgeleid van de voedingsspanning. En hier is een waarde die is afhankelijk van deze NTC. Nou, als we de waarde van de NTC variëren, dan zal ook de weerstandswaarde variëren. En dan zie je inderdaad dat hier een bepaald omslagpunt is. En ik probeer heel erg in dat gebied te komen, maar dat lukt niet. Dus het is of de LED brandt volledig of de LED brandt helemaal niet. En dat geeft ook aan dat de uitgang van de comparator
of naar de positieve of naar de negatieve voedingsspanning omklapt. Dus een typisch voorbeeld van het gebruik van een comparator. Als je meer wil weten, dan is dit een uitstekende pagina. En dat is meteen ook het einde van dit onderdeel.